duurzaamheid. Ik ben ervan overtuigd dat het grootste gevaar wat de mensheid bedreigt niet is Pyongyang, niet is de IS, maar het feit dat we aan het vervreemden zijn van de natuur. En dan zeg ik het nog mild, want we overbevissen de oceanen voor meerdere vissoorten. We vervuilen de oceanen met een plastic emulsie, een plastic soep. We eten veel te veel vlees en dat is heel schadelijk voor het milieu. Dit zijn wij aan het doen. In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome. Weet u nog? Grenzen aan de groei. En er stond in, mensen, denk eraan. Alles op aarde is eindig. Er werd een beetje omgelachen. Ze zeiden, oké, het is wel waar, maar het duurt toch zo. Dus wat moet het doen? Het is er eigenlijk voortdurend en steeds meer waakzaam op zijn. Is techniek baas of knecht? Staat hij ons ten dienste of overheerst hij ons? Vorig jaar zei president Obama, Amerikanen moeten over naar duurzame energie. Minder olie, kolen en gas, duurzame energie. En toen zei de bevolking, hoezo? He? Gaat toch goed? Want ze weten het niet. Maar we zullen dat moeten veranderen. We zullen het moeten doen. We zullen het moeten doen voor onze kinderen en kleinkinderen duurzaam handelen. Op allerlei gebieden, maar zeker op dit klimaatgebied.